Gosse Drent, de enige echte man. Die lijkt alsof hij 12 is, maar eigenlijk is hij ook nog best groot en zo. Ja. Ik heb gewoon waarschijnlijk kijkers die dit nu kijken, die pas uit een vagina zijn gekomen. Gefeliciteerd nog. Ik ga gewoon een diamanten ring van je stelen, weet je. Nou kun je je vrouw nooit een huwelijk vragen. En het homo-horloge. Wauw, Adolfo. Ik vind dat wel een beetje ver gaan, meneer de nazi. Nu we die man een beetje gaan afleiden, is het misschien wel een leuk idee om hem voor zijn bek te slaan. De regering denkt dat ik echt vet zielig ben, maar eigenlijk ben ik een vet rijke YouTuber. Dat is ongeveer de situatie. Oh god, een tijger. Nee, nu dit is geen tijd voor tijgers. Geen tijd voor tijgers. Zijn vriend Berto kocht ook onlangs. Oh, heeft een dolfijn gedood. Daar gaan we even een klein gesprekje over hebben, of niet dan? En die gaat. Wat doe je, Adolfo? Waarom finish je niet? Ben ik een jongen of een meisje? Nou, dat kan je heel makkelijk zien door je broek naar beneden te trekken. Wat? Rij ze nou gewoon opeens weg? What the fuck? Wat een kutvriend heb ik. Hallo, is er een dolfijn in de zaal? Ik heb namelijk een knuppel. En jij bent een dolfijn en ik denk dat dit wel kan werken. Ja, wild is wilders. Dan weet je dat soort niveau. Wauw, ik vind het echt niet grappig. Ik wil dood, denk ik. Wendy, vuile kaaskroket. Hoppa. Je bent nog platter dan mijn platjes. Oh. I'm unbeatable. Asian statue, that's racist. Je moeder woont in Pokémon gewoon motherfucking in de keuken. Brouwen worden ook weer flink afgedankt. Ik snap dat je wil dat ze broodjes voor je maakt en zo. En ga in de keuken staan, vrouw. Maar dit gaat al ver. Het zonnetje schijnt buiten en ik zit hier maar een beetje binnen te vappen. Een plantenbak is voor planten. Je bent geen plant. Uit mijn auto zijn. Oh, zeg dat dan, joh. Oh, nou staat mijn auto in de weg. Kutauto. Ik vind Twitter echt een leuke plek, want het is bijna altijd ruzie en verdriet. Je hebt gewoon een stukje broccoli. Wat de fuck moet die man met een strong broccoli? Die gaat er nou in broccoli eten. Als je de jongen kiest, word je links geboren. En als je het meisje kiest, dan word je ook echt in het rechterhuis geboren. En als je geen geslacht hebt, ja, dan woon je gewoon ergens op straat. Oh, een hoer. Hallo, hoer. Oh, zonde. Ik wrijf mijn ballen in je gezicht. Kijk pas op gameplay, 17 jaar oud, houdt van masturberen. Of 5 miljoen keer bekeken. De IJsjeskoning video? Die is 5 miljoen keer bekeken. Echt? 11.000 dislikes. Dat kan, huh? Oeh. Nou worden we boos, want ja, onze moeder is dood en dan is het niet leuk als een moeder grapjes gemaakt. Oh, uit. Waarom ziet je wagon er zo uit? Waarom is iedereen zijn wagon zo'n teringzootje? Aan de kant! Nee, sorry! Zo wilde ik het niet. Oh nee. Oh, aan de kant. Nee, sorry. Ik wil niet naar mijn reputatie omlaag gaan. Mijn reputatie is als een kut op internet. Dus hij moet wel langs zijn vader gelopen zijn die hier boven aangevallen wordt door een hond. Niks gedaan. Gewoon doorlopen. Hey papa, alles goed? Mooi. Yeah. Wow. Fuck yeah. Neuk de haters. Woo! Ik ga even voor de eerste plek hoor. Laat de pikkies. Dit is waar ik voor geboren ben. Ik denk dat je je vaders bloed in je ader hebt. Ik hoop het niet. Misschien hebben we verschillende bloedtypen. Dan gaat het stollen en zo. Dat is echt. Dat moet je niet hebben. Oh nee. Dit is de downfall, jongens. Ja, nu wordt alles minder. En net voor de finish weer. Ja, oké. Okay, maak me maar gewoon nulste. Dat is best wel goed trouwens nog. Kut! Waarom moet ik zoveel onschuldige mensen aanrijden? Misschien voelde de dolfijnenman zich ook wel zo. Waarom moet ik zoveel onschuldige dolfijnen doodmaken? De gat die wil bekijken kan schokkende of schunnige jou. Oh my god. Oh my god. Yeah! Fuck jou, motherfucker! Hey. Hoe is het om 12 te zijn? Fucking Rick, ik ben bijna 16. Jezus. Dus, hoe is het om 12 te zijn?